we're moving with all our students and all our stuff. And yeah, it's a move also to come together with another school, actually. They're called Gusgift School. You're gonna blend with Gusgift School. Yeah, we're gonna become one school. And right now we're in the middle of a few exchanges. So their students are coming here today. We're going there sometimes and yeah, creating one culture, basically. And what is so special about Gusgift School and this live school? We're both democratic schools. Democratic schools? Yes. What does that word mean? Because now it's all about politics and the word democratic, what is that? Yeah, the basic of our schools is that everyone in school has the decision power, basically. So like in a democracy, the power is to the people. Everybody has a vote. Also in our school, it's the same. So a student, a staff member, and a teacher have the same vote power. I don't know really how to say it in a different way. And we take decisions together in a sociocratic manner. So through circles, we make decisions with students and teachers and staff members on so how the school runs. You're building the school together. Yeah. It's not a definite concept, but everybody has as much spokespower as the other. Yeah, and in our school, students can decide their learning path. So they can decide whether they want to take classes and go for exams or come out of the school diploma free, and it's really a space for them to get in contact with what they want to do and what they feel passionate about and what they want to work on, and I go for it. Okay, and is there any message you want to give to the audience who's listening right now? What does this school did for you? What did it really open up for you, or why are you here? What is making that you want to be here? Yeah, for me, it's very clear that this is a space for me to be myself, which is special in a school, I think, and to really take on the projects that I want to take on, that come from inside of me, instead of like this must to have to energy. Mm. And the same we want to create for the students. Thank you, Ilma. Thank you. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. En wie hebben we hier dan? Jeremy. Hey, goedemorgen Jeremy. En wat zit jij hier achter dit... Ik ben momenteel bij aanspreekpunt. Dat betekent dat ik let op wie er binnenkomt, of diegene zich inschrijven. Als er mensen binnenkomen, dat ik eventuele vragen kan beantwoorden. Ze moeten zich inschrijven, de leerlingen? Yes. Heten ze ook officieel leerlingen? Studenten is de officiële term. Oké. Okay. En dan ben jij een soort van concierge en dat rouleert dan? Ja, inderdaad. We hebben per uur hebben we een shift, zeg maar. Dus elk uur wisselt het af wie er hier zit en wie er... Gastheer? Ja, wie er gastheer is. Ja. Leuk, dus dat geeft wel dat je ook meer betrokken voelt bij de school, denk ik. Ja, zeker. Ja, want het leven is natuurlijk één grote leerschool en deze school heet ook LIFE. En hoe ben jij hier zomaar verzeild geraken dan? Ik ben begonnen op een reguliere middelbare school. Daar zat ik in een klas met 30 leerlingen. Waar ik eigenlijk gewoon niet aan mijn werk toe kwam door hoe druk het was. En ja, het was gewoon eigenlijk niet vol te houden voor mij. Omdat ik heb mijn kijkperiode gedaan en toen heb ik eigenlijk bij mijn achterom gekeken. Dit systeem werkt zoveel beter voor mij. En wat is dan de meerwaarde? Wat haal je hieruit wat je niet van die andere school kreeg? Wat voor mij enorme factoren zijn geweest, is ten eerste het feit dat het veel kleinschaliger is. Mijn vorige school had geloof ik 1200 leerlingen. We zijn hier met iets minder dan 50. En de vrijheid eigenlijk. Ik had op mijn oude school 8 vakken die ik elke dag moest, waar ik elke dag aan moest werken. En hoe ik het hier heb aangepakt is dat ik eigenlijk per jaar 1 vak heb uitgezocht waar ik me volledig... Welke is dat? Dit jaar is dat maatschappijleer. Maatschappijleer, interessant. Ja. Afgelopen jaar ben ik bezig geweest met Nederlands en geschiedenis. Nou, dat jaar hadden we dan toch ook 2 vakken, maar zo heb ik bijvoorbeeld op mijn 14e al mijn VWO-examen Engels gedaan. Oh, lekker snel. Ja. Nou, je ziet er ook heel volwassen uit. Hey, dankjewel voor dit korte, openhartige gesprek. En dan zien we jullie andere keer weer. Hoi. Thank you.
hebben we hier dan? Ik ben Luca. Luca? Ja. Oké, en wat heeft jou hier gebracht? Op 2 verschillende middelbare scholen gezeten en eigenlijk vond ik altijd school al niet leuk en moeilijk. En toen was ik van school veranderd, want ik dacht dat ik die school leuker zou vinden, maar daar ging het ook niet zo lekker. En toen kwam ik hier. Oké, dus en wat heeft dan gemaakt dat je hier nog steeds zit? De vrijheid vooral. Dat de druk eraf is van, oh, je moet nu dit en dit doen en die toetsen en je moet dit halen. Dat maakt het verschil. Dus de dominante aansturing, om het maar eventjes in een vergrote trap te benoemen, het moeten volgen van. En wat heeft dan die vrijheid gecreëerd? Want wat heeft dan gemaakt dat je hier evengoed dingen doet, neem ik aan? Je zit niet alleen maar hier te zitten, denk ik. Nee, zeker niet. Dus wat is dan het ingrediënt van deze school wat dan gemaakt heeft dat je toch vooruit komt, maar zonder druk? Intrinsieke motivatie. Dat je gewoon uit jezelf dingen wil doen en dat je zelf geïnteresseerd bent om die dingen te gaan volgen. Ja. Dit spelen. Mevrouw, u weet dat u consent moet vragen. Ja, ik heb ook een Jesse, Luca, zo ga je echt een psycho. Oh, kijk! Hij laat het kind die mij laat de poten.